Kirak 17. Blackmail. Ik had vannacht een droom dat, dat ik op een gegeven moment berooid en bezakt jou voorbij zag komen, lopen. En dat ik dacht van, ik had gewoon op tijd... Ik had op tijd een aandeel in die winkel moeten nemen. Dat kan nog steeds. Ja, ja. Dat was maar een droom. Het is voor het eerst sinds 2 maanden dat ik Philip zie. Hij wilde me niet meer zien nadat ik hem had geprobeerd te chanteren. De aanloop naar die geschiedenis ga je zien in Kirak 18. Inmiddels hebben we het weer goed gemaakt en zitten we samen in zijn zwembad. Philip heeft in de tussentijd nagedacht hoe ik Kirak veel beter kan maken. Het is niet zo verlegen, Philip. Kom op. Ja, maar ik moet ook weten wat... Ik heb geen tekst. Oh, ik, moet je ik, ben, ik ben een acteur. Kom op. Kom op. Ja. Doe. Nou, ik zei, ik dacht van in die nabespreking met die mevrouw, wiens naam ik vergeten ben, maar die niet zo lekker liep. Ik zit er niet zo lekker in. Ik ga het maar gewoon eerlijk zeggen. Dus ik moet u zullen we gaan kappen dan? Nee, we gaan zeker wel door. Dit is me nog nooit overkomen. Ik vind het ook spannend. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Nou. Waarom denk je? Waarom vind je het spannend? Weet ik niet, omdat het een volle zaal is. Een tijd lang met verlof ben geweest. Dus het is voor mij even wennen. Dus, sorry, dat, dan weet u dat. Jante. Ja? Nee, komt wel goed. Okay. Komt wel goed. Maar ik moet wel even nadenken. Ja. Laat maar gaan, gewoon. Let's go. Ik ga iets anders vragen. Niet zo ambitieus. Sorry. Oh. Daar was, ik kan me herinneren, de reactie van Hans Theeuwe. Die zei van... ik vind juist dat je de volgende keer nog harder er tegenin moet beuken. Zoiets, woorden van gelijke strekking. Nou, nee, ik vond het een hele leuke film. Het allerleukste zijn die hele ongemakkelijke situaties. En die jullie dus ook niet meer trokken. Dat Stefan zichzelf bijna ging excuseren. Van, nee, dat wilde ik eigenlijk ook niet, dat het zo onaangenaam was. Maar ik wil het nog veel onaangenamer hebben. En jullie mogen nog veel harder zijn. En dan wordt het nog spannender. Ik vond dit een van de jullie beste van de Kiraks. Misschien wel de beste. Ja. En dat was eigenlijk net nadat ik zei van, kan die film niet een happy ending krijgen? Want we hadden het over Charles en hoe jij Charles zou gaan vermorzelen met jouw camera. Philip heeft het over Kirak 16, waarin we het Van Abbe Museum binnenvallen. Ik heb inderdaad geroepen dat ik de communistische museumdirecteur zou gaan vermorzelen. Maar dat soort strijdkreten zijn misschien wel juist de reden dat je iemand uiteindelijk liefdevol in de armen wil vallen. En volgens mij is het toen is jouw idee daarover gedraaid. Ik weet niet of dat helemaal aan mij lag, maar... Jij vindt dat ik van dat terrible ding af moet, hè? Nou, ik denk dat je op een gegeven moment te oud bent om gewoon bij iedere gelegenheid eruit gesmeten te worden. Aan je armen en je benen... in je goede pak op straat gejonas te worden. Maar hoe zie je dat zelf dan? Hey, maar wat ik wil weten, Philip, is waarom denk je dat het uiteindelijk voordelig voor ons gaat zijn als we daar nou eens gewoon even mee ophouden met die... Nou, op een gegeven moment, ik zie toch aan jou dat jij zelf ook een beetje moe wordt van je idealen najagen zonder dat ook maar iets aan materieel voordeel oplevert voor jou. En je bent nu geïnfecteerd. En je loopt in tweedehands truien van Paul van Es rond, die van Kashmir gebreien zijn. En op een gegeven moment kun je er niet meer zonder. En dan wil je wil alleen maar wijnen drinken die niet van gal en gal komen. En dan ga je op een gegeven moment je hele repertoire ga je eraan aanpassen. Dat denk ik. Klopt. Je wil het nog niet toegeven. Je bent nog in de ontkenning. Maar de klok tikt. Je bent nu inmiddels vader. En je loopt tegen de 40. Pushing a half century.
Dus... Ik zei juist net aan de telefoon, maar, als wij ooit geld willen verdienen en wijnen willen drinken die niet van de Galangal komen, dan moeten we juist veel harder tegen iedereen schenen gaan schoppen. Ja, maar Tarek die heeft dat heel goed begrepen. Dat kun je goed aan Tarek zijn portemonnee zien. Je bent al tot het gaatje gegaan. Jij zou nog iemand een kogel door zijn kop kunnen knallen of hem met een emmer stront overgieten of zijn vrouw... hem met zijn vrouw, er vandoor gaan, waar hij zelf bij staat of wat dan ook, en dat dan ook nog filmen. Maar je hebt die krochten, daar ben je in afgedaald. Gerard Reven was ook heel bang dat als hij zou stoppen met drinken, dat hij dan niet meer zou kunnen schrijven. En dan heb ik een beetje, ik heb het gevoel dat wij niet eens vrienden zouden zijn als wij niet eerst heel veel ruzie met elkaar hadden gemaakt. Ik voel dat een beetje... Ja, maar we denken maar dat wij mindere vrienden zijn door jouw vreemde capriolen. Echt waar? Ja, zeker. We zijn nu mindere vrienden. Als jij een beetje normaal had gedragen, waren we echt dikkere vrienden geweest. Nu ben ik gewoon op mijn hoede. Hé, waar hadden we het net over? Ik denk dat je helemaal niet van jezelf weet hoe... We hadden het over... Om lekker te stoeien. Ik vind het lekker om te stoeien, maar ik... Een beetje shock erin, een beetje prikken. Nee, maar ik ben aan het prikken en jij hebt een soort scherp, venijnig randje. En dan moet je niet aankomen, want dan flip jij. Van menes. Joh. Ja, dat, zo zit je in elkaar, dat maakt niet uit. Het is zo. Philip kocht van mij 3 schilderijen van Tarek Sadoume. Toen ik ze eenmaal vanuit Cairo naar Holland had verscheept en ze in zijn huis hingen, deelde hij me mee dat ik op mijn geld moest wachten, omdat zijn vrouw een hekel bleek te hebben aan de schilderijen en ze onder geen beding in haar huis wilde hebben. In een aanval van woede beloofde ik hem dat als hij de deal brak, ik met mijn camera zou gaan stoken in een grote art deal waar hij middenin zat. Ik bedoel, op het moment dat jij een asbak in je hand neemt, dan ren ik de kamer uit, want dan weet ik dat ik het ding naar mijn kop krijg. Jij hebt geen rem. Ik ben een psycho. Ja, in zekere zin wel. Je hebt ook niks te verliezen. Daarom ben je ook dat ik snel die wijn heb. Hè? Dat ik wel iets, dat ik een keldertje kwijt ben. Nu, misschien met die baby dat er iets gaat veranderen. Je kunt af en toe nog eens wel eens een keertje een misstap begaan. Dus het hoeft niet voor altijd nooit meer. Nee, je kunt altijd wel zo mensen het gevoel geven dat je niet te vertrouwen bent. Wil je alles geheim met kruisend geven? Nee, dat doe ik echt niet. Dat zou ik ook niet doen, vooral niet als Stefan erbij is. Stefan, en vooral niet in het zwembad. Nee. Hey, je hebt nou een heel dik lijf, toch? Als een kabouter en een normaal hoofd. Oh. Zal ik je eens een ander ding vertellen zonder camera? Zit eruit. Nou, dan laat maar. Oké, doen we zo. Philip heeft zoveel zin om het geheim te vertellen, dus ik doe mijn camera voor hem uit. Het is belangrijk om daar niks over op film te krijgen. Omdat, kijk, ik wil gewoon per se voorkomen dat ik in de gevangenis beland. Je wilt weer het acteren, hè? Ruik eens. Wow. Deze? Die andere? Lekker, hè? Wow. Lekker, zeg. Oh, het geeft het idee dat je het kunt opeten. Als we 's avonds laat willen vertrekken, is Harry aan het huilen. Philip laat nog even zien hoe je een baby stil krijgt. Hij is nu om zich heen aan het kijken. Ja. Hij denkt, godverdomme, wat een mooi huis. From now on, we'll make every other upload available to supporters only. To watch our next upload, Kirak 18... Support us directly or via Patreon. Link in the description below.